De AVG verplicht je adequate beveiligingsmaatregelen te nemen. Maar wat zijn dat precies, adequate beveiligingsmaatregelen? Adequate beveiligingsmaatregelen zijn afhankelijk van wat voor soort persoonsgegevens en wat voor gevoelige gegevens je verwerkt per organisatie of van je bedrijfsvoering. We geven je vandaag alvast een paar basismaatregelen die eigenlijk elk bedrijf zou moeten nemen. Allereerst ga je ervoor zorgen dat onbevoegden niet bij jouw persoonsgegevens kunnen komen. Dus je hebt een wachtwoord en een login op je pc en een slot op de deur. Een stapje verder is natuurlijk het goed beveiligen van je wifi en je internetactiviteiten. Dus geen openbare wifi en zeker een slotje SSL-certificaat voor op je website. Gewone e-mail is per definitie niet veilig. Dus het is aan te raden om twee-factor-authentificatie te gebruiken voor beveiligde e-mail. Op deze manier weet je zeker dat de mail bij de juiste persoon aankomt en ook dat alleen die persoon hem kan openen. Daarnaast ziet het natuurlijk heel erg goed uit en laat je zien dat je serieus omgaat met persoonsgegevens. Een sterk wachtwoordbeleid intern is heel erg goed, maar mensen vinden het vaak omslachtig, want ze moeten elke zoveel tijd hun wachtwoord veranderen en dat vinden ze irritant. Er zijn op de markt heel veel wachtwoordmanagers die jou daarbij helpen, hele sterke wachtwoorden genereren en ook heel veel van deze administratie van je afnemen. En dan natuurlijk ook nog eens een keer, beveiliging gaat verder dan alleen maar digitaal. Laat geen papier rondslingeren, geen papiertjes op de printer. Zorg ervoor dat er niet ID-bewijzen kopieën over en weer gaan en zomaar in een la verdwijnen. En pas ook op met wat voor informatie je geeft aan de telefoon, WhatsApp of social media. Per bedrijf zijn er specifieke zaken nodig voor een adequate beveiliging. Wil jij daar meer over weten? Doe dan de privacy- en cybercheck via www.privacyzeker.nl.